Ik kan hier uren naar kijken, maar ook uren mee bezig zijn. Danny Glaudemans uit Sluiskil heeft een vliegtuigradar waarmee hij het Zeeuwse luchtruim in de gaten houdt. Als je kijkt op mijn dak, kleine antennes voor mijn radar en de grote is voor de scanner. En hoe groot is de rijkwijde dan? Op dit moment heb ik een rijkwijde van ongeveer 400-500 kilometer. En dan kun je alles in de gaten houden? Bijna alles. Bepaalde toestellen die kunnen hun transponder uitzetten voor veiligheidstoepassingen. Dan zie ik ze niet. Maar de 90% van de vliegtuigen zijn te zien. Met een zelfgebouwde website kan Danny bijna alle vliegbewegingen zien. Hij zag ook het toestel dat op 22 september boven Zeeland cirkelde. Het toestel op deze hoogte was uitmuntend bijzonder, omdat het op een zeer lage hoogte vloog. Dus zeer terecht dat mensen vraagtekens erbij stelden? Hier voor de Zeeuwse mensen, ja, dat de mensen de vraag over gingen stellen. Gezien wij natuurlijk geen grote luchthaven hier in onze provincie hebben, is dat best bijzonder. Uren kan hij doorbrengen achter zijn eigen radarpost. Een paar maanden geleden kwam Biden in Brussel vanwege de NATO-bijeenkomst. Ja, dan zitten we gewoon echt de hele avond telefonisch ook te kijken van, oh, komt hij er al aan, waar zit hij? Pas geleden met het overlijden van Queen Elizabeth, ja, dan komen natuurlijk al die regeringsvliegtuigen komen. Ja, dan is het echt kijken van, ja, waar hangt welke, waar hangt die? Maar de passie van Danny gaat verder. Hij is ook vliegtuigspotter en heeft al een hele bijzondere ervaring gehad. Binnenkomst van Air Force One. Ja, dat was op luchthaven Schiphol. Hoe je dan ziet wat voor een veiligheidsaspecten daar rondomheen zitten. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja, dat was toch wel een van de mooiste momenten. Eigenlijk kan Danny niet zonder vliegtuigen. Ik zeg altijd zo, de kerosinelucht en de rubberlucht, dat is verslavend. Als dat eenmaal door je aderen stroomt, kom je er nooit meer vanaf.